mensen, een hele goede morgen en welkom bij Koerskijken met John. Ik ben de Bitcoin Consultant en dit filmpje is educatief van aard en geen financieel advies. En in deze video gaan we natuurlijk kijken naar de Bitcoin koers, maar we gaan ook wat nieuwtjes bekijken. Ook rondom Tether, er is wat angst rondom Tether. Wat gaat Tether doen? Kan dat ervoor zorgen dat de Bitcoin koers gaat dalen? We gaan het in ieder geval even bespreken. Maar we gaan eerst een winactie doen, want we hebben vandaag de 300ste video. We hebben 5000 plus abonnees en dat moet worden gevierd natuurlijk. Wat kun je winnen? Het boek De Bitcoin Standaard. Ik heb hem hier in het Engels liggen. Misschien kunnen jullie hem zien, de Bitcoin Standard. Maar Arnold van Bitcoin Magazine, die heeft meegewerkt aan het vertalen van het boek naar het Nederlands. En in dit boek wordt eigenlijk de monetaire geschiedenis beschreven op een heldere, duidelijke manier. En ook een duidelijke toekomstvisie over wat er verkeerd kan gaan. Maar ook hoe de rol van Bitcoin hierin zal zijn. Dus dit boek kan twee keer worden gewonnen. Eenmaal via de Gleam link, dus onder in de video en in de comment, in de beschrijving en in de comment vind je de link, een Gleam link. En daar kun je dus wat gegevens invullen om mee te doen aan de actie. En de tweede manier om het te winnen is door een comment te geven onder deze video, waarin jij beschrijft waarom jij vindt dat jij dit boek moet winnen. Dus laat het weten onder in de comments. En ja, ik hoop dat je het boek wint, maar goed. Er zijn een heleboel mensen die meedoen natuurlijk. Maar doe lekker mee in ieder geval. Goed, dan gaan we kijken naar een tweet van Plan B. Hè, waarin hij eigenlijk zegt, ja, 38.000 is leuk. Maar ik ben al aan het wachten op die grotere maandelijkse pump. Waarin we in een fase komen waar we niet meer terug kunnen gaan. En daarmee bedoelt hij dus eigenlijk dit. Hè, dus elke keer in de fases van Bitcoin is er een punt bij die rode pijlen. Waarbij er een, hè, waar we van... Ja, en eigenlijk een mooie pump krijgen, waarbij de koers eigenlijk daarna niet meer onder de prijs zakt waar het is geweest. Dus ik weet even, dit is net onder de $100, dit was onder de $1000. En zodra de koers daarboven komt, komt die eigenlijk nooit meer daaronder. Dus het zou goed kunnen dat de koers, hè, als dit punt hier komt, nooit meer onder de $38.000 zal komen. Klinkt gek, het klinkt raar, maar toch is dat gewoon wat de data laat zien. Maar goed. Ik wacht ook geduldig op die pump in ieder geval. Dan over Tether. Ja, dus er zijn al jaren zijn er geruchten over Tether. Dat ze niet voor elke Tether dollar die ze hebben, USDT. Dat ze niet voor elke USDT dus een dollar op de bank hebben staan. Ik geloof dat ze ook al toe hebben gegeven dat dat niet zo is. En dat dat prima is. Maar deze geruchten en... Ja, eigenlijk bad nieuws, slecht nieuws over Tether, dat is er al jaren. Hè. Dat was er al voordat ik begon en elke om de zoveel tijd komt dat eigenlijk weer terug. Ja, als Tether een grote scam blijkt te zijn, dan is dat slecht voor cryptocurrency. En zeker 3 jaar geleden zou ik hebben gezegd, oké, Bitcoin kan flink gaan dalen. In dit geval denk ik, ja, Tether... Als het allemaal een scam is of ze hebben inderdaad zoveel minder dollars op de bank staan tegenover de USDT's die ze hebben, dan zou het zeker een dipje kunnen veroorzaken in Bitcoin. Maar ik denk niet dat het een Black Swan event zal zijn zoals het misschien 3 jaar geleden zou zijn geweest of zoiets als bij de Mt. Gox hack. Ja, het zal schade toebrengen, maar we hebben inmiddels zoveel verschillende soorten stablecoins die wel gereguleerd zijn ook. Hè? USDC, Binance USD, wat heb je nog meer? Pax, je hebt de Circle. Dus er zijn een heleboel alternatieven waar mensen heel makkelijk naartoe kunnen bewegen zodra er wat met USDT gebeurt. Dus wat dat betreft, nee, ik maak me niet zoveel zorgen hierover. Als er wat slechts uit het nieuws komt, dan denk ik dat we slechts een dip zullen krijgen. Het kan een redelijke dip zijn. Het is moeilijk te voorspellen hoe groot die dip zal zijn. En aan de andere kant, als er geen slecht nieuws uitkomt, dan zie ik eigenlijk wel een grote pump komen, zelfs voor Bitcoin. Maar goed, dat zal allemaal even afwachten. We gaan zo direct de koersen bekijken. Dan wil je ook wat meer nieuws en videoanalyses, dan vind je dat ook op mijn kanaal. Zoek op YouTube op de Bitcoin Consultant, dan kom je op mijn kanaal en dan kijk ik ook veel meer naar de altcoins. En ik ga straks ook een video plaatsen over Ethereum, want Ethereum is iets heel interessants aan het doen. En ik had een tijdje geleden, wanneer was dat? Even kijken, vorige week ergens geloof ik. Even kijken. Hè, gaat Ethereum naar de $15.000, ja of nee? Ik kreeg daar meer dislikes op dan normaal. Maar goed, het is zeker een mogelijkheid. En ook als we kijken nu naar wat er gebeurt met Ethereum. In de afgelopen 48 uur zijn er 3 miljoen Ethereums van de beurzen afgegaan. En de laatste keer dat dat gebeurde bij Bitcoin verdubbelde de prijs. Goed, we gaan het straks bekijken. Eerst Bitcoin op de wekelijkse.
zien we dus dat er een enorme dip is geweest. En, nou, op dit moment, we zijn pas halverwege de week, dus het kan nog alle kanten op gaan natuurlijk. Maar op dit moment ja, is die alweer groen geworden. Een lange wick aan de onderkant, dat betekent dat de dip wordt gekocht. Betekent niet dat we nog verder kunnen terugzakken. Want deze candlestick kan ook nog een hanging man candlestick worden. En dat is eigenlijk wat dat betreft een bearish candlestick. Dus dan zouden we in de weken hierna nog wel verder kunnen dalen. En op de lagere timeframes moeten we dat nog even checken. Hanging man, candlestick, dus ga hem googlen, dan kun je daar meer informatie over lezen. Maar goed, nogmaals, we zitten pas net over de helft van de week. Het is nog te vroeg om hier wat over te zeggen. De futures gap, die is gevuld. We zijn erin gekomen, zijn inbewogen, zijn erop afgewezen en zijn daarna gaan dalen. Dus die gap is in ieder geval gevuld. En we gaan op de Bitstamp grafieken kijken wat we verder kunnen verwachten. En ook hier is het eigenlijk gewoon een evenwichtpatroon met een high, een low, lower high op dit moment. En we willen in ieder geval high low zien. En dus nogmaals, het zou nog wat langer kunnen duren voordat we uitbreken. Tenzij we hier al een high low maken en er meteen uitbreken. Maar goed, nogmaals, ook dat is nog even afwachten en kan een paar dagen duren. Nou, wil je ook leren traden zoals ik dat doe? Doe dan in ieder geval de kennismakingscursus hier aan de rechterkant. Je leert wat handel is, je leert wat traden is dus. En je leert een solide basis. En sommige mensen, nou, redelijk wat mensen hoor ik al dat ze er ook al winst uit hebben gemaakt door alleen een kennismakingscursus te doen. En als je ook in de premium Discord groep wil komen, dan kun je hier dus de proefweek vinden. Je vindt de links onder in de video. En als je dus meer wilt leren over de traden, leren handelen zoals het hoort, weten wanneer je moet instappen, uitstappen, waar je je stoploss plaatst, dan kun je ook de volledige cursus doen. Dan kom je dus in de premium Discord groep terecht. De eerste maand is gratis. Dus je krijgt daar meerdere updates over de dag heen. Van mij, maar ook andere mensen kijken in die groep, delen hun altcoin setup trades, ook bitcoin trades, en daar kun je dus gebruik van maken. Dan bitcoin. Ik had eerst de gele lijnen zo getekend, de symmetrische driehoek, en dat had ik in eerste instantie een beetje uit de losse, nou niet helemaal uit de losse pols gedaan, maar op basis van de data die er was. Nu hebben we nieuwe data, dus moeten we ook even kijken of die anders moet worden getekend, en op dit moment heb ik hem op deze manier getekend. He, met de Ray tool dan kun je echt goed die toppen verbinden. En we zien dus ook dat Bitcoin dat respecteert. En er zijn dus nog steeds wat dat betreft in mijn ogen drie situaties. He, het meest bullish scenario, dat hebben we nu nog niet gekregen. Daarvoor zouden we echt hieruit moeten breken en dit support moeten maken. Dan hebben we het evenwichtpatroon. Die is dus iets hoger uitgevallen. Maar die zou dus nog steeds terug kunnen vallen naar die golden pocket regio hier. En we hebben dus ook het bearish scenario, en dat is als de koers dus eigenlijk hier afwijst, die golden pocket verliest, en dan gaan we dus potentieel door richting de $30,000, hè, waar de eerdere support zit, en de 27.000 en een half. Dat zijn de volgende targets als we dat scenario krijgen. Vooralsnog is het waarschijnlijk dat we in ieder geval dit evenwichtpatroon gaan volgen, mits we de golden pocket, maar dat pas als we deze golden pocket als als support verliezen. Want wat we nu hebben gedaan is eigenlijk een vrij sterke beweging. Hè? Dus de koers is van de swing high naar de swing low. Die zit hier op de 30.000. Daar was nog een vraag over. Zijn we teruggekomen boven de golden pocket regio? En als we dat doen, is dat eigenlijk altijd vrij sterk. Zolang we boven deze golden pocket regio kunnen blijven, verwacht ik een groene scenario waarbij we dus kunnen uitbreken, dit support maken en dan door kunnen gaan naar boven. Als we die support verliezen hier, dan verwacht ik dat we in ieder geval doorgaan richting die golden pocket regio op de $35,000. En ja, misschien ook wel de 12 EMA hier rond de 36.200. Maar ook hier zien we dus, de koers is wel door die 12 EMA gezakt. Maar het zit er nu weer boven. En dat hebben we eerder ook gedaan. Oh. Ja, dat de koers onder die 12 EMA komt op die 26 EMA. En vervolgens er gewoon weer boven komt en doorgaat naar boven. Dus dat is het scenario waar ik in ieder geval naar kijk. Zolang we boven die 12 EMA dus blijven zitten, is dat positief. Golden pocket regio hier verliezen op de 35.400 tot 35.000. Dat zou bearish zijn en dat zou het scenario openzetten om naar 27.000 en 30.000 te kunnen gaan. Maar volgens nog is dat, lijkt daar nog geen sprake van. Wat wel dus ook inderdaad zorgelijk is, minder bullish is dat het volume laag is onder het gemiddelde en ook aan het afnemen is in deze stijging omhoog. En dat betekent vaak dat we richting of een top gaan en dat we hier misschien ook al een tijdelijke top hebben gezien. En dus inderdaad in ieder geval nog verder moeten consolideren binnen deze driehoek de komende dagen.
Goed, wat zien we op de lagere timeframes? Daar kunnen we informatie uithalen ook natuurlijk. He, dus hier nogmaals, in het wit heb je die symmetrische driehoek. Wat we nu aan het doen zijn, is we zijn daarop afgewezen op de weerstand van de 40.173. We kunnen echt bullish zijn als we dus weer boven die 41.092 komen. Dus laat zeggen 41.100. Als we daar boven kunnen komen, dan verwacht ik dat we door kunnen gaan. En de eerstvolgende target, ik heb hem hier niet staan even, is die 45.800, dus 46.000 rond. Maar daarvoor moeten we in ieder geval de 4 uur uptrend doorzetten. Dus wat ik net zei is dat we verder kunnen doorzakken richting die golden pocket regio in die 12 uur mee. Maar daarvoor moet dus ook die 4 uur uptrend worden gebroken. En die is op dit moment nog intact. En we zien dus ook dat er support wordt gehouden. We zien die support van die dagelijkse golden pocket weerstand waar we boven moeten blijven. We zien support van de 50 moving average op de 4 uur. En de 12 uur mee, de blauwe lijn hier. En ook nog eens de bovenkant van een eerdere potentiële rising wedge die dus naar boven is uitgebroken. Dus er zit hier een cluster van support. Zolang we dit kunnen houden, is dit ook een higher low. En dan hebben we hier een low, high, higher low, higher high. En als dit een higher low wordt, blijft die 4 uur uptrend dus intact. En is de verwachting ook dat we een higher high zullen kunnen gaan maken. En dan zouden we dus ook eerder al uit deze evenwichtpatroon kunnen breken. Die je dus ook op de dagelijkse ziet. Als dit stukje hier support verliest, hè, dus tussen de 37.900 en de 37.500, dan verwacht ik ook dat we verder door kunnen zakken binnen, binnen het evenwichtpatroon en wellicht ook wel dus naar de onderkant daarvan. Goed. Nogmaals, dat is ook even afwachten, maar dat is de situatie waar we nu naar kijken in ieder geval. En dat was het dan ook weer voor deze video. Nogmaals, like de video als je de content kunt waarderen. Laat het weten onder in de comments waarom jij het boek moet winnen. En doe aan die Gleam actie mee. En ik zou zeggen, ja, happy trading, een hele fijne dag en tot morgen weer.